Sowieso recht op onderwijs en recht op vrijheid. Onderdak, vrijheid, voeding, bijvoorbeeld recht op vrijheid. En hier hebben wij superveel vrijheid. Recht op eten, ja, recht om naar het toilet te gaan. Ik heb veel andere rechten. Recht op privacy, denk ik toch? Je gaat de vrije meningsuiting. Dag Athena Campus 3 Hofsteden. Ik ben Michiel en wil jullie vanuit Kio proficiat wensen bij het behalen van het label School for Rights. Hallo iedereen, ik ben Ruud, de burgemeester van Kortrijk. En ik ben heel trots dat ik jullie het label kan overhandigen School for Rights. Een dikke proficiat aan de directie, de leerkrachten en uiteraard alle leerlingen. Zo, de leraarskamer is leeg. Alle leerkrachten zitten opnieuw in de klas bij de leerlingen. En we zijn klaar voor een nieuwe dag op Athena Campus 3 Hofsteden. En op onze campus zijn we al jaren intensief bezig om leerlingen te leren omgaan, om op te komen voor hun eigen rechten. En dat op een respectvolle, beleefde manier, maar vooral op een constructieve manier. En daarom zijn we ook blij dat we onder leiding van toch een aantal jaar werken met Michiel, de inzet van heel wat leerkrachten en vooral heel veel leerlingen, dat mocht resulteren in het krijgen van dat label School for Rights. Jullie school heeft de afgelopen jaren heel erg ingezet op het realiseren van de rechten van de leerlingen. Jullie organiseerden een projectweek rond de thema's diversiteit en gezondheid. En ook nadien lag de focus verder op gezond leven. We zijn luisteren naar elkaar. Voor reisjes, dat vind ik een ander leuk. Je kan met de leerling begeleiding over alles praten. De sporten. Er werd actief gecommuniceerd rond de verschillende rechten en jullie speelden de meertaligheid van de leerlingen als positieve troef uit. De school zette sterk in op de participatie van leerlingen bij het schoolgebeuren en ook bij de stad, toen leerlingen beleidsaanbevelingen voor Stad Kortrijk formuleerden. Weet u, met het stadsbestuur zijn wij enorm begaan met kinderen en jongeren. Wij hebben het label gekregen, kindvriendelijke stad, en we zetten enorm in op participatie, het luisteren en het meewerken, het laten meedenken van kinderen en jongeren om samen onze stad te maken. Een welverdiend applaus voor jullie allemaal en nogmaals proficiat namens Kio en alle partners van School for Rights. Dikke proficiat. Ik zou zeggen, dank u wel voor de inzet van iedereen, want jullie hebben dit allemaal verdiend. Dus, jonge gasten, kinderen, allemaal samen werken we aan die beste stad van Vlaanderen. En dit is een mooi staaltje hiervan. Nog eens dikke proficiat hiervoor.